De scheidsrechters verantwoordelijk in het korfbal doen er alles aan om jongeren aan te trekken om als scheidsrechter aan de slag te gaan in het korfbal. Geoffrey Piqueur en Dirk van Heertum trokken op zondagmiddag naar Turnhout, waar ze de jongeren probeerden warm te maken voor deze sport. Jong Korfbal Referees is een project dat opgestart is bijna een jaar geleden. En de bedoeling is om scheidsrechters voor het korfbal te werven. Die minimum 16 jaar zijn. En dan kan je op een open deurdag van een school best wel wat kandidaten vinden. Alleen stelden wij ons de vraag waarom de verantwoordelijken naar deze school trokken. Ja, kijk, enerzijds omdat onze mentor Jan Kuipers hier kind aan huis is. En twee, ik ben oud-leerling van de handelsschool. En het was het meest praktische, omdat we in het begin toch materiaal nodig hadden van Korfbal Club Technico. En ook als oud-leerling en de kennissen... De kring van Jan Kuiper hier in school was wel belangrijk om het project te starten. En we hebben dan ook dadelijk medewerking gekregen van de directeur, dus de heer Gladines. En zo zijn wij ook weer al slimmer geworden. Maar wat vonden de jongeren er nu zelf van? Ja, dat was wel leuk. Maar volgens mij hebben wij nog lang niet alles gedaan van wat een scheidsrechter moet kunnen. Dus ik weet het nog niet goed. Ja, ik vond het wel eens leuk om te doen. Ik wil het zeker nog wel eens opnieuw doen. Ja, ik vond het eigenlijk heel plezant. Dat is sowieso iets anders. Hè. Ik bedoel, in plaats van zelf spelen, zoals scheidsrechters, in de schoenen staan van de scheidsrechter. Maar ik vond het heel plezant. Heel plezant, maar niet meteen in de schoenen van diezelfde scheidsrechter willen staan. Meningen over de scheidsrechter hadden ze allen wel. Ik vind dat scheidsrechters strenger mogen optreden. Want ik vind ze soms te twijfelachtig. Ja, ze moeten rechtvaardig zijn. En ja, die moeten zien of alles klopt. Dus ik vind dat... Ik vind dat goed dat ze scheidsrechters hebben. Grappig en ja, ook wel rechtvaardig, maar soms ook is het ook wel irritant. En daar kunnen wij dan weer in komen. Het eindresultaat van deze middag moet dan wel zijn dat jongeren warm gemaakt worden om zelf als scheidsrechter ooit aan de slag te gaan in het korfbal. Nee, dat interesseert me niet zo echt. Wow, dat valt wel mee. Ja... Het was wel leuk, maar ik denk niet dat ik dat zou willen worden. Goh, ja, ik denk het niet. Dus ik vind het wel een interessante sport, maar het is niet echt mijn ding. Om te scheidsrechten dan, ik speel liever zelf eigenlijk. Dus. Maar ja. Nee, ik zou ook niet graag scheidsrechter zijn. Ik kan wel te veel ineens een doog houden. En, ja. Ja, ik weet het niet, nee. Denk het niet. Deze jongeren waren niet echt overtuigd, maar het laatste woord is voor Dirk van Heertum van de federatie, die u misschien wel kan overtuigen wanneer u de gezegende leeftijd van 16 jaar heeft bereikt om aan de slag te gaan als topscheidsrechter in het korfbal. Ik denk dus dat de kans veel groter is dat je in een korfbal een topcarrière kan uitbouwen. Dan bijvoorbeeld in het voetbal. Als we zien de Belgische arbitrage momenteel in het voetbal, hebben ze toch heel wat problemen. Dus ze mankeren toch een type als de Blekeren. En in het korfbal denk ik toch dat na de periode Piqueur, Van Heertum en noem maar op, dat er toch een nieuwe lichting klaar staat. En ik denk dat er toch wel veel meer doorgroeimogelijkheden zijn dan in het voetbal.